Jongen, 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 wees het toch warm. Hallo, daar ben ik weer. Zelda Player 20 met een nieuwe aflevering van Let's Play Super Mario Galaxy. Eindelijk weer een nieuwe aflevering. En natuurlijk, zoals jullie zien, is Zelda Player 20 Girl er ook weer van bij. Dus laten we wat groene sterretjes gaan verzamelen. Want nee, ik wil niet. Dank je. Even kijken hoor, want de vorige keer hadden we afgesproken dat wij naar deze zouden gaan. En waarschijnlijk ook naar Bowser's Kasteel, omdat we deze allemaal helemaal compleet hebben. En hopelijk krijgen wij het ook voor elkaar om dus al die sterren weer te pakken te krijgen. Goed zo, Yoshi. Yoshi, we hebben nog geen Yoshi. Het is wel groen. Yoshi, oh, onze kat Yoshi. Poes Yoshi. Kubis de kat, Yoshi. Ja, ik weet ook niet wat ik zeg natuurlijk. Ik wil wel heel eventjes iets zeggen tijdens deze opnamesessie. Mijn stem kan nogal een beetje hees overkomen, maar dat komt door de warmte. Veel gezwommen, veel gedaan, veel hecht en gepufft waarschijnlijk door de warme weer. Dus, want het is heel erg benauwd vandaag de dag. Dus, maar ik wou gewoon opnemen. Maar goed, in ieder geval, groene ster op de bal. Zoals jullie zien is de ster transparant. Dus dat is niet de ster die we willen hebben. De groene sterren in dit level zijn... Ja, als je weet waar ze liggen, zijn ze best makkelijk te vinden. Laat ik het daarop houden. Klopt. Het is geen speedrun, dus... Volgens mij liggen ze ook dicht bij elkaar, hoor. Als je de eerste hebt gevonden, ben je al dicht bij de tweede. Dus, niet zo moeilijk. Nou, ik ben niet zo... Nou ja, ja. Deze levels zijn saai, weet je wel, als je op groene sterrenjacht bent. Moet ik heel eerlijk zeggen, dan beginnen we net nu weer een nieuwe aflevering na een week of zo. Met een level wat niet echt super grappig is. Oh, en trouwens, jullie kunnen een beetje af en toe een beetje horen. Dat is de waaier, want ik heb hier twee waaiers aan staan, omdat het is gewoon hartstikke warm. Het is weer iets van, hoeveel graden was het? 29? Ja. Oké, in ieder geval, groene sterren zitten hier dicht in de buurt aan de andere kant, dacht ik. Want ik weet dat hij hier zit. Je hoort hem al. Ik weet zeker dat hier een groene ster zit. Daar zit hij al. En ik val mis. Nou ja, gelukkig hebben we een checkpoint. Hoef ik niet zoveel te knippen. Nou, spring nou eens goed, Luigi. Dus nogmaals, hier zit eigenlijk de groene ster. Alleen je moet er natuurlijk wel goed op vallen. Want je moet oprollen. Dus, je hoeft er nog niet eens vanaf te vallen. Ik dacht, ik moet eraf flikkeren. Nou ja, even kussen en knippen. En dan gaan we weer terug naar die lift. Goh, wel veel geknipt. Zo, en hier zijn we weer bij onze gevreesde lift. Dus de lift die ons allerlei dingen is, dus je weet wel, de lift kun je omhoog brengen naar beneden. En kijk, daar hebben we onze ster weer. Oh, wat leuk. Nee, maar ik denk dat jullie het ook allemaal wel... Het is echt over heel Nederland is behoorlijk warm geweest. En in het zuid-zuidoosten is het dan het warmste geweest. Dus als jullie weten, komen bij het zuiden. En ik kan je vertellen, inderdaad, dat was snik heet. We hebben lekker bij de IJzerman gezwommen. Het is een zwempark geval. Nou ja, recreatiegebied, laten we het daarop houden. Alleen dan moet ik even denken waar dat ook alweer die andere groene ster zat, want... Hou mijn controller even recht. Nee, die zat niet onder. Volgens mij zat hij daar bij die zilveren change op ofzo, ik weet niet zeker. Ja, ik zie hem al zitten. Kijk, daar zit hij. En die is gemeen, hoor. Ik was even vergeten dat deze ster heel gemeen was. Wat het probleem is bij deze... Ik ga even naar achteren zitten, want... Wow, hallo headset. Je wil van die change jump af, dus ja, je moet hem niet vast gaan houden, zie je het voor Zelda Player 20, joh. Ja, waarom niet? Waarom niet? Maakt nou niet uit, hij moet gewoon naar beneden vallen. Blijf net zo vaak zeggen totdat hij naar beneden valt, goed zo. Nou, zoals je ziet zit daar boven de groene ster, maar dan kun je dus niet komen zeg maar door te springen of zo. Hij zit daar net op de hoek, volgens mij kun je dat net wel halen trouwens, als je springt. Ik dacht eerst altijd dat je van hem af moest springen, stabiliteit zoeken. Hoppakee, kunt hem gewoon zo halen. Ik dacht altijd dat je daar die moeilijke sprong voor moest doen, maar dat moet helemaal niet. Dus, maar goed, we hebben dit level weer compleet. We hebben weer twee groene sterren in 4 minuten en 13 seconden gemiddeld. Ja, ik weet niet precies hoe dat met de knips gaat. Misschien gaat dat nog net een seconde af of zo. Dus ik ken niet echt 100%. Dus. Yay! En dan maar hopen dat die teller klopt, hè? Want jullie hebben de vorige keer hebben jullie die fout niet ontdekt, hè? Toch een beetje had lopen frunniken met die... Ja, dat ging fout. Dat was met de voice act aflevering, toen ik aan het voice acten was. Ging helemaal fout. Toen ging ik rekenen van 160 sterren naar 158 sterren of zo. En niemand had het gezien. Pas toen ik daar zei van... waarom hebben jullie dan niet gezien? Toen ging iemand dat zoeken. En toen... ik heb hem nog steeds niet gevonden. Dan moest ik een hint geven. En toen pas wisten ze het. Nou ja, eigenlijk was het geen hint. Het was gewoon gelijk de fout. Maar... Dus wel opletten. Dus, ik vraag ook iets aan jullie.
Maar goed, oh nee, deze sterren zijn zo gemeen. Het is mijn Yoshi, dat wel, maar... Oh, deze zijn gemeen. Hé, hey, kijk, dat ben jij en dat ben ik. En dat is Luigi en dat is een kooi. Ja, en een kooi. Dus, nee, maar jullie hadden het er ook over, weet je wel, van ja, series van vroeger. En ja, daar hebben we het de vorige keer al zoveel gehad. Er is niet echt veel meer over te vertellen. Dus, nou, we hebben dan nou zo'n zender genaamd Pebble TV. En dan komen dan al die tekenfilms waar ik vroeger in de jaren 1990 en 1989 zelfs nog naar keek. Die komen daar dus soms nog wel eens voorbij. En dat is best wel grappig om te zien. Vooral taalgebruik weer. Ik had nou net iets gehoord, dat was een raar programma hoor, als je het niet kent. Maar er was een programma genaamd De Bluffers en daar kreeg je dan de eindtitel en daar hebben ze het in één keer over hufters. Maar ja, dat hadden ze ook bij Winnie de Pooh. Yoshi? Yoshi? Hier blijf jij. Yoshi, nee. Yoshi? Ik let jou niet. Zij die sterven, groeten nu. Gewoon weer terug vanaf dit punt. Niks mee te maken. Dan met die lift ging even heel goed fout. Ik dacht, 20 girl die maakt die Zelda player 20 girl die maakt de bommen wel kapot. Maar valt me weer vies tegen. Je kunt die bommen kapot maken. Nee, de vorige keer was dat ook in verband met dat ik de star bits nodig had of zoiets. Weet ik veel wat. Moet iets verzinnen. Nou, in ieder geval nou zonder geraakt worden. Dus ook zonder af te gaan. Nou moeten we opletten. Daarachter zie je zo'n beest, zeg maar. En die heeft nogal shiny en daar ging een leven. Ah, oh, wat zonde. In ieder geval, achter dat beest, daar zit een groene ster. Dus je wil dat beest echt kapot maken. En dan moet je goed mikken. Want als je niet goed mikt, dan krijg je die ster niet. Dus wij knippen weer. Tot de volgende keer. Nee, oh grapje, we zijn zo terug. Ah! Zo, en daar zijn we weer. Daar ben ik weer. Oh, dan... Ach, dat maakt niet zoveel uit. Het is dezelfde die je net liet vallen. In ieder geval, dat beest, niet vergeten, dat heeft de eerste groene ster. En nou moet ik even hier voor me even het openmaken. Wagen. Ja, daar hebben we allemaal wel zo'n beetje last van. Weet je, ook last van met Kirby, dus... En dit keer heb ik de gouden Wiimote. Dus jij hebt gewoon iets met controles. Bij jou gaan controles gewoon altijd vaag doen. Oké, dat was even gevaarlijk. Oké, nou even wachten hoor, want de volgende groene ster, de tweede groene ster, die is natuurlijk, hoi. Nee, de tweede groene ster, die is een gemene groene ster. Je zult hem dadelijk al zien. Dan krijg je hier dadelijk iets, dan krijg je een skipje. En, nee, ik kreeg hem nog niet te zien, dacht ik. Kreeg hem wel te zien? Ja, daarboven zit hij. Maar ja, hoe kom je daar in godsnaam? Ja, pak hem dan, maakt niet uit. We zitten daar toch bij de groene ster. Want het probleem is namelijk... Dit plateau moet je nou gaan vergeten. Dit plateau, niks aan doen. Het is in ieder geval het schip met de comet medal erop. Even goed onthouden als je mee aan het spelen bent. Je kunt de tweede groene ster nooit vinden. Nou, hier is het de bedoeling dat je over die mast hier een beetje gaat lopen. Ja, dit is linker soep hoor. Je kunt hier makkelijk vanaf glijden. Nou, en daar zie je die groene ster. Dus je moet echt naar die mast toe. En bullet bills maken dit jou helemaal niet makkelijk. Als ik nou de... Ik breek gewoon het glas. Ik ga het gewoon al proberen hoor. Ik heb hem. Geen probleem. Helemaal niks. Geen probleem. Waarom maak je er zo'n probleem van? Je ziet het ook net. Ja, ik bedoel. Ja, ik heb hem toch. Ja, jullie maken er een probleem van. Ik niet hoor. Ik bleef kalm. Ik had helemaal nergens geen last van. Oké. Misschien een klein beetje dan. Heel klein beetje. Maar goed, we hebben weer een galaxy compleet. Dus we gaan door naar de volgende wereld. Nou, de volgende wereld. Als ik me niet vergis. Als ik weet welk level dat is. Ik denk dat ik weet welk level dat is. Maar die is leuk. Ja hoor, we beginnen met deze en die is leuk. Die heeft, even kijken, zeker 2 gemene sterren. En 1 hele makkelijke ster. Dus je maakt het ook niet uit welke ster dat je kiest. 1, 2 of 3 maakt helemaal niks uit. Je kunt ze alle 3 vinden met 1 ster te selecteren. Dus kun je dit elke keer overslaan. Dus. Nou, de tweede ster die zien wij nog niet. Jammer, ik dacht dat je de tweede ster indicatie al zag, maar blijkbaar niet. Want deze sterren zijn gemeen hoor. En ik raad aan om Luigi ervoor te pakken. Zoals jullie zien, daarboven zat net al de eerste ster. En je hebt hier de ghost. Maar ja, aan die ghost daar heb je niks aan. Ga nou eens weg. Je staat in mijn gezichtsveld. Kijk, hier zie je dat. Hier zie je dat mooie groene ding, weet je wel. Van, of ja, dat schaduw ervan. Nou, en nummertje 2 die zit daar. Dus ze zitten heel dicht op elkaar.
Maar het probleem met in deze is, je moet op deze munt... Dat was niet de bedoeling. Je moet op de... Ja, ik druk spronkelijk op B. Nee, maar je moet op deze munt gaan staan en... Je moet op een zijkant ervan gaan staan. En op het moment als die munt al recht is, moet je een backflip doen en... Proberen net met het puntje van je hoed die ster aan te raken. Nou, en dat kan nogal problemen opleveren, wat ik je kan vertellen. Jeetje zeg. Nou, in mijn proeffile had ik ook heel veel moeite met deze ster, hoor. Oké, hij is recht. Oh, ik ga deze ster zo haten. Ze had de Play 20 Girl. 20 Girl, die komt niet meer bij van het lachen hiernaast ondertussen. En ik word gemapt. Dat is niet aardig. Nou, kom op! Ja, zucht, steun, kreun, mouw. Doe jij het dan beter? Weet je, nou! Ik weet ook niet wat ik zeg. Oh, jongen. Dit gaat echt... Oké, voorzichtig. En nee, niet glijden! Ja, deze is het probleem. Je moet dus echt op het uiterste randje staan net voordat je niet gaat glijden. En deze ster is gewoon zo gemeen. Nou, oké, gaan we hier. Yes! Ah, nou, dat duurde niet zo lang. Wij knippen eventjes naar de volgende ster. Nou, en weer in het begin van het level, omdat ze zo dicht op elkaar liggen, de eerste twee. Heb je hem nou aangeraakt? Nou, in ieder geval dat Spook Luigi. Die laat zien hoe dat je snel... hier, Spook Luigi. Zo Ghost Run, weet je wel. Nou, in ieder geval, wij zijn hier voor die groene ster. Hè? Ja, omdat ik hem waarschijnlijk heb aangetikt. Of jij hebt hem aangetikt. In ieder geval, die groene ster die je daar ziet, die kunnen we op twee manieren krijgen. Of... Ken ik je? Ja, ik ken hem first person. Of je glijdt hier tussenin, gaat walljumpen en probeert hem zo te pakken te krijgen. Dat is de moeilijke manier. Of je pakt hem op de makkelijke manier, wat een beetje kan falen. Maar waar je wel meer kans hebt op slagen. Of falen. Laten we dat nog eens een keer proberen. Nou! Zij die een ster willen groeten nu. Leap of Fate. Ja! Nou, en drie keer. Niet slecht. Nou, in ieder geval even knippen naar de volgende. Het zit hem in deze steen. Ik weet niet wat dat is. Ik moet hier elke keer terug naartoe knippen. Dus ja, je kunt het vasthouden, maar dat is irritant voor mij. Dank je. Nee, maar ja, in ieder geval, als je dus heel veel levens kwijt bent geraakt door die ster, wees dan niet getreurd. Want je hoort een Kirby doodgeluidje. Nee, maar even zonder gegein. De derde ster, die is echt, dat is zo fijn. Je ziet hem daar al zitten. En het grappige is, ze geven eigenlijk een beetje dan de one-up glitch weg van dit spel. Dus zullen we zo wel zien natuurlijk. Eerst kijken hier naar boven. Want dan kunnen we weer een leventje pakken. Niet dat het nodig is in verband met tot er dus... ja, vlaggetje hebben we ook niet nodig. Nou, niet die dingen vasthouden. Dank je. Nou, we nemen deze even mee. Hartstikke gezellig. Nou, zoals je ziet krijgen we dus levens, maar we doen dit nou voor een doel. Gek van het geluid. Hoe lang kun jij dit aan? Nou, en hoppakee, we hebben de groene ster. Zoals je al ziet, je krijgt dus eigenlijk levens voor deze ster. En dat wordt je eigenlijk gewoon zo poef gegeven. Dus, maar ook al zitten we pas op 14 minuten, ik denk dat dit wel mooi is. 7 sterren voor deze aflevering. Ja. Ja, dat is de bitwee. Trommels! Wat zeg je daar? Nee, ik ben niet doof. Oké, genoeg. In ieder geval, in de volgende aflevering. Daar ga ik het nou even over hebben met jullie. In de volgende aflevering. Dan zullen wij naar Sweet Mystery Galaxy gaan. Dus dat is zo'n Yoshi zaklamp level. Dat is een klote level. Dat is ook een klote level, dacht ik zo. Ja, maar daar zijn die sterren heel erg makkelijk te vinden. Ik denk dat we deze drie, alle drie, wel kunnen in de volgende aflevering. Dus hoop jullie morgen weer te zien. Dus bedankt voor het kijken. Dit was Zelda Play 20 en Zelda Play 20 Girl. Tot de volgende keer. Doei!